En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Duitsland gaat de paspoortcontrole invoeren. Wat vindt u daarvan? Heel goed. Dat moesten ze al, hadden ze al veel eerder moeten doen. Nou, maakt me eigenlijk niet veel uit, maar het is een goede zaak, denk ik, om alles goed onder controle te houden. Ja, het ligt eraan, als je niet wordt aangehouden, is het niet erg, maar dan, als je er langs wil en het kost je tijd, dan is het wel jammer van de tijd. Ja. Ja, ja. De paspoortcontrole in Duitsland om de grens over te komen, dat vind ik wel heel vreemd. Ja, we zijn in Europa. Verrast, ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik vind terecht. Want ja, sommige mensen die komen dan zo de grens over, net als de buitenlanden. Duitsland gaat de paspoortcontrole invoeren. Wat vindt u daarvan? Ja, tweeledig eigenlijk. Aan de ene kant, denk je, want we hebben binnen Europa vrij verkeer van personen. Aan de andere kant, als je ziet ook met toenemende terrorisme en aanslagen, kan ik me het ook wel indenken, want we willen toch ook wel dat we overal veilig kunnen zijn. Nu komt iedereen maar binnenwandelen en er komt van alles binnen wat wij niet willen. Dus ik pijt je af. Maar zou Nederland ook een paspoortcontrole moeten invoeren? Ja, wel meer controle, vind ik wel. Meer controle. Nee, uiteindelijk niet. Ik denk dat veiligheid ook op een andere manier kan. Nee, voor de buitengrenzen vind ik wel prima, maar tussen de landen lijkt me wat veel eigenlijk. Nee, ik weet helemaal geen punt, echt niet. Nee, het wordt alleen maar beter op. Maar waarom is het zo verstandig? Nou, omdat er natuurlijk een hoop gasten binnenkomen die wij hier niet willen hebben, denk ik. Maar dat is een persoonlijke mening, hè? Dit is heel moeilijk. Het is een moeilijk probleem, hè? Ja. Maar dan bent u zelf ook te klossen. Hoezo? Ik wil mijn paspoort wel laten zien. Dat maakt mij niks uit. Ik heb niks te verbergen. Toch?